Ja, ik hoop het. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag een hele speciale vlog, want vandaag ga ik mee doen bij de FIBO, de grote fitnessbeurs van Europa. Ja, ik kan niet wachten. We hebben vandaag een paar mooie onderdelen, knijtersterk deelnemersveld. Dus een beetje Megatron 2.0. Dus ja, blijf vooral kijken, wel lekker knallen. Het eerste onderdeel, loglift, 145 kilo op herhaling, ik heb 60 seconden de tijd. Ik ben als 11e, dus ik moet nog even een tijdje wachten, net wel opgewarmd. De log is echt knijtig glad, want het is gewoon een plastic ding van 30 kilo met 110 plus aan gewichten eraan hangen. Dus ja, we gaan zien wat aan het einde, 60 seconden en knallen zo. Dus we gaan beginnen, spanning is over. Sehr gut, weiter eine Wiederholung, 50 Sekunden, 50 Sekunden. 6 Wiederholungen sind die Führung von Adam. 2 für den Sam, 2 für den Kevin, 35 Sekunden, 35 Sekunden. Auf geht's, Jungs. Komm, Sam, schieb das Ding. Gültig. 20 Sekunden, 20 Sekunden noch. 3 Wiederholungen für den Kevin. 15 Sekunden, 15 Sekunden. Komm, da geht noch einer, für beide. Raus, aber Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht. Vorsicht, 3, 2, 1. Super, 3 Wiederholungen. Julia Alzinger gegen Tabuka Chinadze. Österreich gegen Georgien. Nog ging het redelijk. Een beetje last op mijn knie al een paar weken. Wat ingescheurd bij de 3x160. Of verrekt of zoiets. Dus ja, ik 145 kan ik ermee leven. En het log is wel grappig, want ze hebben een log van plastic. Dat ding is 30 kilo. En man, de knie was echt gewoon. Het kostte heel veel energie, dus vandaar een drietje. De vierde veld ik helaas, maar ik ben echt heel tevreden. Band. Op onze zijde, de Kevin Haselecker uit Holland. Bij deadlift staat hier maximum. Sam spielt 360 Kilo. Oh, Sam hat keine Gültig. Kevin ebenfalls. 2 für Sam, 2 für Kevin. 3 für Sam. 55 Sekunden, Sam. 50 Sekunden, 4 Wiederholungen. Für den
Oké, we hebben net deadlift gehad. 305 kilo op herhaling. Ik voelde al in het begin al dat knie wel een beetje tegenstribbelen. Dus ik kon er 3 reps uit halen. Vooral de derde was echt even werken. Ik echt van net met mezelf verkopen. Maar best tevreden mee. Zware wedstrijd, dat zeker wel. En ga nu door naar het derde onderdeel. Joop, voor mij is die ook 380 kilo. En daarna moeten we terug rennen. En een zaadzak halen, 120 kilo. Ik kan over die ook in gooien. En dat is toch de tijd. Dus lach hem aan. Der Kevin, unser Gast aus Holland, der Sam auf unserer Seite, der unser Gast aus Österreich. Aha. Es sieht sehr gut aus bei beiden. Sehr gut. Sehr gut. Also toll, dass du so schnell rennen kann. Wow. Sam, Wahnsinn. Und auf Rückweg! Super, Kevin! Super, super, sehr gut! Sehr gut! Auch eine super Zeit! Um die 35 für den Kevin und das Sam! Nur nicht fallen lassen! Nur nicht fallen lassen! Oben drüber! Ich noch! Mal gucken, Runde! Met Joke en Sandzak gedaan. Joke was 380, Sandzak 120. Voelde aardig goed, ook in opwarm ook. Knie een klein beetje tegen, dus schribbelen, maar tijdens de wedstrijd zelf voelde ik het niet echt. De run was goed, ging er wel steeds harder. Alleen het was een regel dat je hem op een bepaalde meter of een bepaalde lijn moest je maar overheen krijgen. Als je hem overheen schoof, kreeg 2 seconden straf, dus ik kreeg helaas een verloor met controle op het einde. Maar daarna gewoon teruggerend, zandzak gepakt. Even kleine stukken met de zandzak, maar voor mij ben ik hier aardig hoog mee geëindigd. Ik denk top 6 misschien, dat zou mooi zijn. Dus het beste onderdeel tot nu toe. Dus we gaan zo meteen naar hoofd gooien. En daarna nog Farmers Carry. Dus ik hoop dat ik daar nog een paar punten mee kan pakken. En dan lekker wedstrijd. So stark.
Tag. Und da freut sich der Belgier mit dem Holländer, dass er von ihm geschlagen worden ist. Da muss ich mich auch mal freuen drüber, dass er geschlagen worden ist. Der Jonathan hat da hinten noch 6 Sekunden. 4, 3, 2 und noch ein Sekunden. Jonathan, du. Auf Platz 4, der gerade mitmachen müsste, denn der ist auch praktisch zur deutschen Meisterschaft qualifiziert, der Dennis Kulus, Meisterschaft der Konnersdorf. Platz 3 geht nach Holland, Kevin Hallinger. Sehr stark gekämpft von Sebastian Kraus. Er ist erneut der 14. Vivo Moment. Das war viel Dank. Dikke slag, dag weer. Farmers, ben ik tweede op geworden. Ik was samen met Sammo Kraus de enige die in één keer uitliep. En ik hoop dat dit te verstaan is. Dit is een tering van de Calisthenics Boys, maar ik ben er vandaag eindigen weer een derde plek. Elke keer als ik in Duitsland kom, geven ze me een derde plek, weet je wel. Dus ja, volgend jaar weer, hè. Dus auf Wiedersehen. Mag lekker wat eten halen en ja, fucking blij weer. Bizar. Dus had ik niet verwacht, maar 200 onderdelen had ik dit niet verwacht. Dus ja, aan het Holland, hè. I'm gonna see you.